Ja, een paar punten ter inleiding. Het was vandaag de laatste ministerraad voor Martin van Rijn. Hij is er nog tot volgende week, maar volgende vrijdag is hij weg. En ik moet zeggen, we hebben afscheid genomen vandaag in de ministerraad. We zullen ook nog op andere plek afscheid nemen, maar waardering is echt enorm bij de collega's voor wat hij heeft gedaan, hoe hij is ingesprongen half maart. En de bijdrage die hij heeft geleverd bij het zoveel mogelijk onder controle brengen van de coronavirusuitbraak. En ik heb dan ook mijn grote waardering, mijn grote dank vanmorgen naar Martin uitgesproken. Echt bijzonder als je iemand belt en zegt, we hebben je nodig, dat iemand zegt, oké, ik kom. Dat zijn altijd mooie momenten. Tegelijkertijd, het is niet weg. Als je wereldwijd nu kijkt naar het coronavirus, maar goed, dat kunnen we Martin niet aanrekenen, dan zien we natuurlijk dat het gewoon hele grote aantallen gaat. Inmiddels een recordaantal van 11 miljoen besmettingen en 500.000 mensen die zijn overleden aan het virus. En op dit moment neemt het nog snel toe in landen als de Verenigde Staten, Brazilië, India en ook in Europa zien we lokale brandhaarden. In Nederland, zoals u weet, is het aantal besmettingen inmiddels dalend, evenals het aantal mensen wat in het ziekenhuis ligt of zelfs op de intensive care is behoorlijk gedaald. En daarom ook de stappen die zijn gezet naar een zekere versoepeling van de maatregelen, ook deze week, eergisteren, woensdag. Maar ik blijf erbij zeggen, die ruimte die hebben we met elkaar verdiend. En die ruimte moeten we ook met elkaar zien vast te houden. Want als je naar het internationale beeld kijkt, dan zie je dus hoe groot het risico nog steeds is. Het is onder ons, dat kan weer oplaaien. En dan zouden eventuele aangescherpte maatregelen weer nodig zijn. Je ziet het ook deze week. Portugal, het reisadvies moeten aanpassen voor een paar steden daar, Porto en Lissabon. Omdat daar het aantal besmettingen lokaal weer aan het oplopen is. En dat is niet Amerika, Brazilië of India, dat is hier in Europa. En dat betekent ook dat we ons moeten blijven houden aan de basisregels, wat we eigenlijk gemiddeld genomen heel goed doen. Het belangrijkste blijft toch thuis blijven bij klachten, je meteen laten testen. Als je buiten bent, de 1,5 meter afstand, drukte vermijden, handen wassen en alle andere afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Als we dat doen, en zeker op straat en buiten die 1,5 meter, dan heeft zo'n virus weinig toekomst als we dat met elkaar volhouden. Maar goed, op zichzelf, laten we ook daar reëel over zijn. De cijfers zijn gewoon op dit moment positief. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar mijn pleidooi is laten we dat met elkaar vasthouden. Want het is ook weer terug als we niet oppassen. Dan is er tegen de achtergrond van die coronacrisis natuurlijk ook een economische crisis, ook in Europa en bij veel andere landen. En dat leidt ertoe dat er volgende week, nee, over 2 weken op vrijdag een extra Europese raad is. Die is belangrijk omdat het natuurlijk bijzonder omdat we daar gaan praten over. Hoe ga je nou in Europa om met een gezamenlijke reactie op dit vraagstuk? Hoe kun je elkaar helpen? En we zorgen ervoor dat landen die wat meer hulp nodig hebben, ook de nodige hervormingen doorvoeren, zodat ze een volgende keer die hulp niet nodig hebben en het zelf kunnen oplossen. Het is ook bijzonder omdat het de eerste raad is waarbij Duitsland het roterende voorzitterschap stoel vervult. Niet van de vergadering, dat is natuurlijk de vaste voorzitter, maar wel van de Unie. En het is bijzonder omdat we elkaar voor het eerst weer in lange tijd, zoals het nu uitziet, live gaan treffen in Brussel. In de aanloop naar die raad zullen er ook veel gesprekken zijn hier in Nederland, misschien ook in het buitenland met collega's, om dat goed voor te bereiden. En daar zie ik ook naar uit om te kijken of het lukt daar tot compromissen te komen.